Wolkom. Bij vraag en antwoord. Een vraag van Peter Venninga. Was het een doelpunt tegen Sparta? Ja, ik weet nog dat we in de wedstrijd tegen elkaar zeiden. Ik dacht dat ik hem erin zag gaan. Maar ja, als de grens hem niet toekent, dan weet je dat met een vraag zonder doellijn tegen elkaar. Er is maar één antwoord op deze vraag. Het is nee. Ja. Vraag van Maarten Treur. Jullie gaan samen op vakantie. Waar gaat de volgende stedentrip naartoe? Het klopt dat we inderdaad wel eens samen weg geweest zijn, maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel een beetje genoeg van je heb. Dus we moeten even kijken of er een volgende stedentrip plaatsvindt, eerlijk gezegd. Ja, we hebben wel wat trips al gehad en het is wel even genoeg geweest nu. Is er wel een stad die je misschien zonder mij nog wel eens wil bezoeken? Hoog op de bucketlijst staat nu wel, ik wil graag naar Sydney. Ja, naar mezelf. Die staat wel echt hoog, serieus. Xavier en Joost, ik denk dat het wel bekende voor je zijn uit de kleedkamer. Heb je een vriendin? Nee, dat kan ik heel makkelijk beantwoorden. Ik heb geen vriendin. Hoe is dat voor jou? Ik moet zeggen dat ik wel een leuke dame ontmoet heb. Dus ik kan wel zeggen dat ik op dit moment bezet ben. Ik heb een vraag van Mats Schakel. Je was het avondje NAC gewend. Hoe bevalt het avondje Heerenveen? Zeker de avondwedstrijden die we hier gespeeld hebben tot nu toe was er veel publiek. En zat het ook vol met een mooie lichtshow ook het veld op. Dus ik moet zeggen dat de sfeer er goed in zit. En dat ik ook van mijn omgeving hoor dat ze het leuk vinden om hier op de tribune te zitten. Een vraag van Jelmer Schellens. Wie is de beste middenvelder waar je mee samengespeeld hebt? Ja, ik denk dat ik dan toch wel naar Italië ga kijken. Ook alweer een Nederlands tintje. Of Jerry Schouten of Matthias Swanberg. Ik heb hier een vraag van Gosse de Jong. Wat vind je van dat Kees van Wonderen de trainer wordt van volgend seizoen? Nou, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Ik ken hem persoonlijk niet. Alleen ik heb wel best wel veel positieve dingen over hem gehoord en ook van jongens die wel met hem gewerkt hebben. Dus eigenlijk ben ik heel erg benieuwd en heb ik best wel zin in de samenwerking. Jarl van Lammeren, aan welke spits zou jij jezelf spiegelen? Ja, ik heb al een paar keer Eden Zeko gehoord. Zeko? Die heb ik al een paar keer. Dat is niet verkeerd, toch? Nee, oké, maar nog wel een lange weg te gaan, maar wel een mooie vergelijking. Noah Admiraal, heb je ook bijbaantjes gehad, Tom? Nee, eerlijk gezegd niet. Heb jij een bijbaantje gehad? Ja, ik heb een bijbaantje gehad. IJsselon Fresso, inderdaad. Ook al toen ik bij NAC was. Ja? Gewoon lekker nuchter IJsselon. Gewoon nuchter stond ik in de IJsselon. Wat vind je dan de lekkerste smaak? Ik moet wel zeggen, we hadden denk ik echt 30 verschillende smaken. Ik heb ze allemaal. Althans, ik werkte was vrij rustig. En ja, er werd er wel flink wat ijs gegeten. Dus ja, als ik één smaakje mag kiezen, dan zou ik toch kiezen voor voor kokos, vind ik echt lekker. Kokos-ijs vind ik echt heel lekker. Aparte wending. Jij? Zou ik zelf... Ik ben een vervent liefhebber van pistache. Dit was Vraag en Antwoord. Bedankt voor het kijken. Onchamp.